Mensen, welkom bij een nieuwe video. Het is heel redelijk opgenomen, maar wat ik net zag, is ik haal het boek er even af om te kijken. Dan zag ik hier, je ziet vast al het witte stipje, de queen is gewoon eitjes aan het leggen. Ja, dat is heel mooi om te zien dat ze gewoon eitjes legt. Ik heb gewoon live. Ja, kijk hier, nu zien jullie het ook goed. Ik heb een eitje uit de poepen. Zo'n Azië's Nature Colony. Wat ongeveer. Ik denk tussen de 50 en 70 werkers of zo. Weer terug naar de Queen. Hier. En dan gewoon eetjes. Hoe is dat scherp? Ja. Je ziet ook heel veel werkers eromheen. En toen ik ze uitgegaan heb ik de queen uiteindelijk niet meer gevonden. Dus uiteindelijk gewoon in buisjes en ik ga kijken wat ik hem ga doen. Zoals je ziet is de queen eitje aan het persen. Hier liggen ook al bonkeitjes. Ook al nieuw gelegd, maar dit is wel vet dat ze nu gewoon een keertje live eitjes legt. Ja, het duurt een beetje lang. Misschien komt het ook al door het licht, ik weet het niet. Alsof ze poept er niet verder uit, heb ik het idee. Of ik heb het fout. Dat is wel veel om te zien. Wat is er ook? Een eitje. Dat is een eitje dat gewoon uitkomt. Er loopt maar een eitje. Is dit niet uitgepoept of niet? Dat heb ik niet opgewacht. Dan zien we dat op camera van. Kom maar, is dat scherp? Ik wil niet goed scherp stellen. Nu zie je nog, dat ze nog bezig is met een eitje. Uit te poepen. Nou, dichtbij zie je ook hoe het gaat en zo door ik in het schip zitten. Oh, de queen gaat lopen. Zo raar dat je gaat lopen en dan hangt iets uit je kont. Hoe loopt die werkte met een pasgelegd eitje? Is dat nog vet? Je ziet dus het eitje er bijna uit. Bijna. Ja, ondertussen loopt het ook. Ik heb het zoeken. Loopt het aantal werkers in de buitenwereld ook op. Maar wat natuurlijk licht is. En dit is het gewoon een grote dus. Oh, scherp. Staan. Ja. Dit is dus een ware grote, dan zie je niet. Ik mag het helemaal maximaal inzoomen. Dan zie je het. Scherp stellen. Nou, dat doen we niet zo stellen, maar het eitje is in ieder geval gelegd. Als het goed is, ja, want ik zie niks meer uit de poepen gaan. Hier ook nu. En dan is het eitje op dit moment gelegd. Maar we hebben ook ondertussen natuurlijk gedaan. Er liggen nog wat losse puisjes in. Dit is de grote gewoon 150 mm of 55 centimeter.
even bij 100. Ik ga wel 13 bij 100 centimeter verkopen. Nee, een millimeter. Dus dat zijn iets groter dan deze. En die ga ik dan, die komen over een paar dagen straks binnen. En dan ga ik er echt heel veel van deze verkopen. Zijn er wel van plastic. Ben je nou geïnteresseerd? Hou er zeker de video's even in de gaten. Want eigenlijk, ik ga ze sowieso te koop zetten. En er komt ook een giveaway aan. En de giveaway, daar weet ik nog niet wat precies wat gaat zijn. Maar er komt een giveaway aan als deze video 5 likes haalt. Binnen. Voordat het 7 uur 's avonds is. Dan komt een giveaway. En ik heb het gewoon helemaal gratis opgestuurd. Nou, hier heb ik dus nog een doosje. Maar hier was het ook krijgen met één hand, maar ja. Zet ook gratis in. Hier staat ik hier van, zeg maar, half in. En hier zie je nog wat buisjes van 12 bij 100 centimeter. En dan heb ik hier nog wat doorzichtiger, wat donkerder. Wat lekker. Iets donkere buisjes, dan word je wat minder goed in kan zien. Die zijn 100 mm bij 16. Die ga je ook kopen. Die kan je al kopen. Dan ga je de wil niet in de comment achterlaten. Als je het zoekt. Toevallig ben je hier op de juiste adres en dan kan je het niet krijgen. Ja, ik heb hier een in met de code, maar als je nu bestelt, dan moet ik het gewoon doen. En voor de rest, het is nog meer geweest, schoonmaken. Hier, maar ik krijg die open. Dus dat is gewoon heel goed. Ik kan even laten zien, het termen thorax, als het goed is. Moet ik even inzoomen, moet ik even scherp stellen. Top dit. Moet je hier zien, al die kleine witte spikkeltjes. Die hele kleine. Met deze hier. Het zijn allemaal eindjes. En op sommige plaatsen. Dat is ook van hele kleintjes. Ik weet niet of jullie die zien. Zie ik niet zo heel goed zo. Dus dan zie je ze ook niet goed. Dat zijn er echt wel een stuk of 20. Dus 20 en 30. De Queen. Dat is deze. Dit is de Queen. Ik kan hem erg gelijk op. Ik kan maar vast de Queen. B-roy of, maar ik kan niet goed filmen. De andere Queen die zit zoals gewoon hier in de buitenwereld hier. En de Thermotorax gewoon heeft 2 Queens. Voor de rest heb ik dan nog een Campanotus lateralis kolonie. Die ook al nieuwe eitjes heeft gelegd en is echt redelijk heel groot gaat worden. Dus de Queen. Dat zie je wel. Nou, dan was dit de video en dan zie ik je bij de volgende keer. Doei!